Hier. Veel meegemaakt aan de Nieuwe Zijds. Kan je wel zeggen. En Paul Grijpma ook een beetje... Een nabrander. Een nabrander. Paul Grijpma is een nabrander. Die ik me uit mijn jeugd nog herinner van, goed zo. Van tv. Misschien u ook wel. Maar goed, dit terzijde. Even de sollicitatie. Hoe verliep die? Het krankzinnige is dat ik daar vanmiddag aan gedacht heb. Ik doe een serietje, op het ogenblik even een serietje, hele kleine interviewtjes voor een boek wat gaat verschijnen over de Watergraafsmeer, waar ik woon. En mijn buurman, een gepensioneerde kinderarts, die heeft over de namen van de straten een serie in een buurtblaadje gemaakt. Ik doe daar interviewtjes bij met de mensen die in die straten wonen. Ik moet nu naar de Anton Constance straat, want verdomd, de Anton Constance heeft een eigen straat gekregen in de buurt van het Amsterdamstation. En ik herinnerde me, hoe je begint nou over mijn sollicitatie, mijn allereerste sollicitatie in dit vak was bij Anton Constance. Ik was een kabouter, ik was 19 jaar, ik kwam van het gymnasium in het Gooi in Hilversum. En door een speciaal soort van kruiwagentje was ik terechtgekomen, want ik wilde de journalistiek in. En toen had iemand mij naar Anton Constance gestuurd, want die kon wel iemand gebruiken op de afdeling buitenland van de NRC. Hij was chef buitenland van het Algemeen Handelsblad. En aardige nette meneer, maar die zag mij en die zei, ja, sorry, ik heb niks aan je, want ik zoek iemand met een beetje meer ervaring. Maar gelukkig kwam ik toen terecht bij afdeling Binnenland, met name op de verslaggeverij. En dat was aanzienlijk leuker dan op die redactie Buitenland. Dus daar ben ik toen begonnen in 1954. Als leerlingjournalist. De journalistenschool bestond niet. En men was leerling en men leerde op die manier het vak. En 6 jaar heb ik dat mogen doen bij het Handelsblad, tot 1960 toe. Ik was in die tussentijd televisieredacteur geworden. Oh? Want wij hadden... Bij welke... Bij het Handelsblad. Ook televisieredacteur bij het... Ja, bij het oude Handelsblad. Dus dan beschreef je de avond ervoor, zeg maar. Niet alleen dat, maar ik beschreef ook reportagetjes en interviewtjes en al die dingen over de televisie. Televisie was hartstikke jong. Ik was ook jong, want ik was 22 jaar. En ik mocht een dagelijkse rubriek gaan maken van 2 gestrekte kolommen. En deed daarin alles wat rond die televisie aardig en interessant was. Dus interviews maken en voorbeschouwing kiezen over dingen die werden uitgezonden. En allerhande lullepot. En dat was een hele dag werk. Want 's avonds moest ik ook nog een recensietje maken over wat... En als ik me ooit nu nog voor ogen breng wat ik toen heb durven schrijven als kabouter, als jochie van 23 jaar. Over tv-programma's. Over tv-programma's, man. Wat wist ik het goed en wat was ik eigenwijs en wat zou ik het zo wel eens even vertellen? Gadverdijk. En heb je die stukken nog wel eens teruggelezen? Nee, gelukkig niet. Heb ik niet teruggelezen? Nee. Niet gedaan. Delver.nl. Ja, hele leuke tip. Ja. Ja. Ja, dat is waar. Paul, ja, grijp maar. Jij bent begonnen bij het Parool, toch? Nee. Ik ben opgevoed bij het ANP in de Parkstraat. De centrale redactie van het persbureau ANP. En daarna ben ik 7 jaar verslaggever geweest bij het Parool. Onder Herman Sandberg aangenomen. En maar daarna... hoe oud was je dat je bij het ANP begon? Oei, ja 25. Oké, dus toch al wat ouder dan. Ja. En 7 jaar Parool. Daarna 5 jaar Elsevier. Onder andere spoor, dat zeg ik er meteen bij, maar daar kom ik zo meteen op terug. Want hoe dat gegaan is toch wel interessant. En dat is dan weliswaar in de Spuistraat, maar dat is toch ook Nieuwe Zijds, hè? Echt. Ja, dat rekenen we erbij. Daar heb ik 13 jaar gewerkt als verslaggever voor het NOS-journaal. Ben ingestapt op het moment dat de Berlijnse muur viel. Het ijzeren gordijn werd opgetrokken. Dat was ooit een droom van me. Kwam zomaar uit. Zo. Daarna door naar Praag en noem maar op. En... daarna heb ik ook nog voor de Wereldomroep televisie gewerkt, BVN, hadden we eigen programma's, je zult dat niet geloven. En je weet nooit wie ernaar kijkt, ook heel vreemd, dus doet maar wat. En ook voor de Duitse televisie de Tagesschau als Nederlandse strenger, zeg maar.
Maar hoe was je sollicitatie met Pierre Huiskens? Ja, bij nee, Pierre ja, Huiskens? Ja, nee, ik zat met Bert Bondels bij het Parool. Het was een enorm dilemma. Want die arme godzak, die werd onder dat konijn, De Jong, dat was de directeur, vreselijk. Onder druk gezet, dit moet een Amsterdamse krant worden. Alles Amsterdam. En dan de rest buitenland zien we wel. Want Bommels en ik wilden alles in de journalistiek meemaken. En dat ging niet meer gebeuren bij het Parool. Dus Bert werd gevraagd door Pierre Huiskens, kom bij ons werken. En Bert ging op die uitnodiging in. Had een afspraak in de Koningshut, 's middags om 4:00. En Bert zit daar. En ik had tegen Bert gezegd, als die Huiskens vraagt of er nog iemand is die ook wil komen. En jij kent iemand, zeg maar dat ik er ben. Ik loop daar in de buurt, dus zeg gewoon tegen hem, ja dat kan wel, die grijp maar, die kan hier binnen 10 minuten zijn. En dat gebeurde. Dus ik zit om 4:30 ook in die Konings. Ik kom binnen en Huiskens die roept al, aangenomen! Klaar, klaar. Dat deed hij ook bij vrouwen, als hij lam was. Maar goed, dat is nog een drama geworden ooit. Dus, maar dan had je dus al indruk gemaakt. Ja. Blijkbaar. Maar ja, hij las natuurlijk wel het Parool. Hij wist wel wat hij in de Kuip had. Met Bommels zeker. Dat was wel dik in orde. Daar zaten ze echt op te wachten. Zeg maar niet van die vergiftige verslaggevers, maar mensen die van een normaal medium komen. Juist. En ik zei tegen Huiskens, nou. Zolang Hoogendijk daar zit, kom ik echt niet. En Bert ook niet, dat weet ik zeker. Hij zegt, wij slaan die muis binnenkort dood tegen de bank. Ik citeer de man. En we zeiden, oh, dan is wel oké. Okay. En hij zegt, nou, we hebben ook andere sporen in de wacht staan. Nou, dat riep hij daar zomaar. Dat was allemaal nog helemaal primateur. Die man moest misschien nog wel brief schrijven, die spoor. Maar die werd aangenomen en spoor kwam. Dus wij zitten in die Spuistraat. Eerst met Hoogendijk. En mijn eerste dag in de Spuistraat zal ik niet vergeten. Ik kwam daar een DDR-achtig überwachungskantoor binnen. Mm-hmm. Stalen bureaus en dat was het. Kapotte plant. Een vaag schilderij en dat was. En ik zit er betijds, s'ochtends om 8:45, een week lang, s'ochtends 8:45 achter. Maar er zat ook Frank Lafort, was redacteur Den Haag. En die zit te bellen en ik hoor hem zeggen, ja Ed, we hebben nog 2 pagina's, waar gaat het dit keer over? Dus ik draai me om, ik had al de pest dat ik daar zat, ik wilde daar helemaal niet zitten. Ik zeg, Frank, wat ben je aan het doen, man? Wie is dat, Ed? Ed Nijpels. Die bellen we alle maandags even, of er nog wat is. Nou, mijn broek zakte. Ik denk, ik wil weg. Ik lever mijn eerste verhaal in bij Hoogendijk. Die was toen nog een week of wat. Hij zou tegen de bank worden geslagen. Daar zaten we op te wachten. En wie zou dat doen? Dat komt dan. Oh. Goeie vraag. Ik lever een stuk in. Het was 5 jaar na de sergeantenrevolutie in Suriname. Ik had dus een stuk gemaakt waarin ik toch de kachel aanmaakt met Bouters en de moorden. En ik heb die man ook nog in de problemen gebracht met narcose, cocaïneverhalen. Mm-hmm. Wij gaan om 11:00 al naar de Wijnhein. Dat was heel normaal, de Wijnhein. En of we hadden, zoals John Wardis altijd riep tegen Trudy, maak jij even een kaasplankje klaar. Dus ik denk 11:00 ochtends een kaasplankje klaarmaken. En even later komt Trudy binnen met een blad fles sherry erop, allemaal glazen. Dat heet het gewoon een kaasplankje, om niet meteen de drank te roepen in de gang. Dat is ook niet zo handig. Dus een kaasplankje, dat was dat sherry? Dat was sherry, dat was sherry. Droge sherry? En, droge sherry, ja. En dat ging al vrij fors, hoor. En ik zit in de Wijnhein en ik krijg telefoon van de secretaresse van Ferry Hoogendijk, die zegt, die secretaresse, Paul, kun je even komen? Want Ferry heeft je verhaal in de prullenbak gegooid. Dus ik, godverdomme, ik naar die Spuistraat, ik loop die trappen en kom je, zit Hoogendijk aan die Jan de Beaufry inrichting, spierwitte tafel. Nee, niet geloof. En die kleine muis staat daar, lispelt iets. En zegt, ja, mooi verhaal, leuk. Je begint zo leuk met Den Uyl, die zit te huilen in die Mozes en Aaron. Mooi verhaal. Maar ja, ik heb het weggegooid, want het botst met mijn geel. Het botst met mijn geel. Die grappenmaker, die schreef altijd commentaar, jullie weten dat wel. In Elsevier, op die gele pagina's. Dus dat stuk, hij had de sergeant nog het voordeel van de twijfel gegeven, ook na 5 jaar. Dus dat stuk, dat botste met zijn geel. Maar goed, daarna kan ik vertellen over, maar dat zal ik later doen. Dat dan komen Van der Zee en Spoor binnen. Nou, die moesten ook even wennen aan het idee.
kaasplankje. En Andries Spoor, zo'n keurig man die elke ochtend verse bloemen op de bureaus liet zetten en zo. En die kreeg met die... Met dat, op alle bureaus? Van ja, alle redacteuren? Met dat ralpalje van de redactie van Elsevier te maken. En André gaf op een middag, hij was zover, zijn medenspeech, zijn idee over de toekomst van het weekblad. Dat daarover de krant werd genoemd, heel vreemd. En we zitten er allemaal klaar, plenaire vergadering. Ze zijn er allemaal, zelfs de oud-zuster Emmy van Overeem zit er ook. En André is klaar, we gaan op de Spiegel lijken en we gaan veel de wereld in. Marginale dingen doen we niet meer, de luchtvaart. Nou, hij is klaar en dan zit daar Hans Pot, hele grote brede man, wit overhemd, zo'n kerel, bril op, klein vast ook, kaal. En hij kwam van de Telegraaf, maar hij zat toen bij Elsevier en die zegt tegen André, zeg André, dat lijkt wel lauwe pensioentee. Daar kunnen wij helemaal geen chocola van maken. Kattenurine, riep hij nog. Nou, die Spoor. Ik zag die man helemaal groen en geel worden. Zo ordinair vond hij dat iemand zulke termen gebruikt. En dan zei hij het nog netjes, kattenurine. De vergadering was afgelopen. André loopt naar zijn secretaresse en die zegt tegen een pot. Nu naar de portier. Even wachten, dan breng je tasje en je jasje na. En Pot werd eruit geflikkerd, meteen na de vergadering. Zo. Dat was een spuistraat momentje. En als je nou, daar hadden we het voor de pauze ook al een beetje over hadden. Toch een beetje wel die indruk als ik dat boek zo'n beetje lees. Dat die journalisten toch wel een heftig bohemien leven leiden. Gewoon eigenlijk totaal voor die krant leefden en niet voor... Voor een thuisleven, een privéleven, een huwelijk. Zo verschrikkelijk was jij het niet. Jij bent daar dus heel erg goed uitgerold. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar ook een huwelijk goed gehouden? Gelukkig wel. Ook nog? Ja, gelukkig wel. Vele jaren inmiddels, ja. Het was een huiskamer. Scheltema was het clubhuis. Het was alle... Inderdaad, natuurlijk, er zaten daar 10 kranten, 11 kranten op een kluitje... En tussen de middag... En mengde dat dan ook, die verschillende kranten? Enorm, ja? Natuurlijk. Ja. Dat was een broederschap. We zaten allemaal... Is dat eigenlijk een voordeel als kranten, verschillende kranten toen sterk verzeild, als die met elkaar mengen? Ja, dat was... Want we deden allemaal hetzelfde werk, we deden allemaal hetzelfde vak. We hielpen elkaar. Iemand had een verhaal en daar mankeerde iets aan. En dan wist toch altijd iemand anders van een andere krant nog wel even te helpen. Zeker als we op karwei waren in de stad, dan, je had dan even gemist hoe die man heette, de tram had bestolen. En dan vroeg je dat aan Paul Klein van de Parool en die zei dan, hij is 45 jaar. Oké, dankjewel Paul. Dus dat was eigenlijk heel gemoedelijk? Dat was hartstikke gemoedelijk en dat was in Scheltema was dat natuurlijk het optimum van... gezelligheid en een soort broederschap. Je had daar, dat mengde zich enorm. We aten daar tussen de middag een sneetje journalist. Oh, wat was dat? Een sneetje journalist bestond uit 2 witte casino boterhammen met op iedere boterham een grote plak leverworst, daarop een half hardgekookt ei. Daarop een kledder mayonaise, 90 cent. Oh. Alsjeblieft. Toen. Voorzaam. Hebben ze dat eigenlijk nog daar? Nee, ze hebben het er al lang niet meer. Toen kwamen er. Toen verhuurde Appie Scheltema. Die verhuurde de bovenetage aan 3 copywriters. Ja. 3 reclameschrijvers: Dimitri Frenkel Herman Frank, Pieter de Poer. Ook. Herman Pieter de Boer. Ja, ja, ja. En Hans Verré. Ja. Toen verscheen er. Een sneetje tekstschrijver. Verscheen dat toen. Dat kostte 1,25. Oh, Pollens. En wat zit daar, zat daar op? Daar zat iets meer op. Daar zat een beetje ham of een beetje iets lekkers, weet ik veel. Of het was een geroosterd boterhammetje of god wat ze ermee gedaan hadden. En ik herinner me ook de goede Bert Klei. Bert Klei, zijn naam zal hier denk ik resoneren. Kerkredacteur van Trouw. Een meer vergenoegde man ben ik zelden tegengekomen, eerlijk gezegd. Hij
een vrolijke, vriendelijke man met krulletjes op zijn hoofd, een brilletje en een eeuwige soort van gezelligheid. En die altijd... Hij bestelde dan, wij namen een sneetje journalist, hij bestelde een bal des gehakts. Een soort tale Kanaans die sprak. Maar hij had ook altijd schalkse verhalen over een predikant in Barneveld of daaromtrent. Die had iets gedaan wat niet helemaal door de beugel komt. Nou, hij had het maar niet in de krant gezet. Hij had het maar uit de krant gehouden. En als je hem dan nog een borreltje gaf, dan had hij nog veel meer predikanten met allemaal... Ja, het was van een eeuwige gezelligheid. Tussen de middag zaten we daar en als de krant gezakt was, dan ging je er ook naartoe. Al die drankexcessen waar zo vaak sprake van is, heb ik niet meegemaakt. Ik heb daar... Vechtpartijen lees ik zelfs. Ach wel nee. Er zijn gekke dingen gebeurd. Ik herinner me dat Anton Veldkamp, fotograaf van de Telegraaf, dat was nogal een lawaaimaker. En samen met Hein Vroege, ook een notore fotograaf, krankzinnige man, veel mee gewerkt, veel mee gelachen. Er zit een argeloze meneer die niet tot het journaalje behoorde, zit daar, schat hem maar zijn krant te lezen, en die ziet opeens die krant in de fik vliegen. Ja. Want Anton die had er een vlammetje onder gehouden. Verschrikkelijk. En... ja, dat soort grappen gebeurde daar. Anton komt op een keertje daar binnen met zo'n blauw oog. En iedereen wist wat er gebeurd was, want dat had al doorgeluld. Hij had met zijn vingers gezeten aan een mevrouwtje die al iemand anders had. Ook een MeToo'tje alvast. Ja, dat was een MeToo'tje. Ja, verdomme, ja. Precies. Ja. Want de rechthebbende partner van die mevrouw, die had het daar niet blijven zitten. Vandaar dat blauwe oog. Dus iedereen kent het verhaal. Anton Veldkamp, die komt binnen. Er valt een stilte in het café. En hij gaat zitten aan het tafeltje. En zegt toen... Ja, dat is toch altijd even wennen met zo'n nieuwe pajaar. En dat is een foto, dat is een filmcamera die je zo voor je ogen. Dat soort dingen, jongen. Het was fantastisch. We hebben daarboven, tijdelijk hebben daar dus boven die drie. Er heeft ook nog een Spaans restaurant gezeten. Ja, precies. Ja. Heeft een Spaans, ja. En waarom zat daar een Spaans restaurant? Weet je dat ook? Nee, ja, dat staat in het boek van Paul Arnoldus. Ja. Maar dat kan ik me niet herinneren. Maar vertel. Oh, ik heb het niet. Ik weet het, omdat de Spaanse kok van het restaurant La Cazarola. Dat was een heerlijk Spaans restaurantje in de Weteringstraat. Ik heb in die tijd in de Weteringstraat gewoond. Simon Kammerich woonde er ook, woonde er eerder dan ik. En die woonde recht tegenover dat Spaanse restaurantje, La Cazarola. Dat was heerlijk. Dat was een van de eerste exotische, lekkere restaurantjes in de stad. En toen gebeurde het. De dochter van Carmichelt, die kreeg iets met de kok van La Cazarola. En dat dreigde, dat werd een zwangerschap. En met die kok die verdiende daar een paar rotcenten. Dus daar moest iets gebeuren. Toen heeft Carmichelt voor elkaar gekregen dat bij Scheltema boven een Spaans restaurant werd geopend. Met die kok. Vanaf dat moment... Dus die Carmichelt had behoorlijk wat invloed eigenlijk. Ja, die kon er wel natuurlijk. En vanaf dat moment stond er ook Spaanse uiensoep op het programma bij Scheltema. En dat was hartstikke lekker. Dat was een grote bak met gegratineerde uiensoep. Dat was een ober, die heette Klaas. En Klaas was een beetje verlegen, grinnikende, dikkige jongen. Hij heette overigens, had iemand uitgevonden, Klaas, zijn achternaam was De Nooier. Dus Klaas de Nooier, je begrijpt wat er met die naam gebeurde. Klaas de Kloosternaaier, goed. Kloosternaaier. Kloosternaaier, precies. Maar Klaas, die, als je dan bij Klaas een uiensoep bestelde, dan corrigeerde hij. Dan zei een uiensoep, zei hij dan. En verdween dan giechelend weer naar achteren om die uiensoep te halen.
Ja, dat heeft ook niet zo gek lang geduurd. Hoe verklaren jullie het? Want journalisten, tegenwoordig zijn journalisten allemaal toch wel... met de school van journalistiek kom je eigenlijk niet meer op een krantenredactie. Bijna niet. Je leert het eigenlijk niet meer echt in de praktijk. En het was toen gewoon... het waren helemaal geen hoogopgeleide mensen. Nee. Jullie ook niet, of wel? Nee. Bij het Parool hebben wij wel eens gedacht, dat zei ik tenminste ook altijd, hoe gekker de redactie, hoe beter. Oh ja? Dus als mensen van de school van de journalistiek komen, die gaan als er ergens brand is, de brandweer bellen. En dat maar dat moet je niet doen, want je moet zoeken in het telefoonboek, welk nummer zit daar vlak naast, en bel die mensen, die kunnen zien wat er aan de hand is. Dan heb je het eerste verslag binnen. Snap je wat ik bedoel? Juist. Dus het is ook, ja, die kunnen wel opgeleid worden, maar de brandweerbel is al de eerste fout. Juist. En er werd bij ons op de redactie vaak ook gekeken van ja, hoe meer mensen van verschillende pluimage. Een van de mensen bij ons, Bert Brevoort, dat was een zoon van een binnenvaartschipper. Nou, daar hebben we hartstikke veel plezier van gehad. Is harder. In de tijd dat die Nelly Smit groot staatssecretaris was, ellende met duwbakken op de rivieren. Dus Bert wist precies hoe, wat met die binnenvaart en dit en dat. Kijk, zo kun je ook een redactie opbouwen, snap je? Ja. Ja, maar in ieder geval, het, ik heb het gisteren ook even gezegd. Het is het journalistieke vak is natuurlijk oneindig veel beter geworden en beter behandeld dan toen wij dat deden. Ja, dat is. Ben je het mee eens? Nou ja, het is wel een education permanent. Hè. Je gaat gaandeweg. Kom je er wel achter hoe het allemaal in kaart. Wij hadden een diep ontzag voor ja, excellentie, nee, excellentie. Nou, of oh, nee, dat heb ik. Nee, dat nee maar jij, wij wel. Hier is ook een generatieverschil. Hè? Ja, dat is een beetje een generatieverschil. Ja, ja, ja. Jij zit inderdaad waarschijnlijk al in een uplift van de kwaliteit van het vak. En nu is het zoveel beter, zoveel serieuzer, zoveel kritischer, zoveel hoor, wederhoor, zoveel eruditer, zoveel beter opgeleid. Wij waren vrolijke avonturiers. Ik had niet meer dan het gymnasium en leerde het vak en het plezier van het vak. Maar wat was je ideaal dan als journalist bij het Handelsblad? Had je een leuke, leuk. Gewoon leuk, ja. Het vak doen, het plezier hebben en daarin iets gaan betekenen, weet ik veel. Dat zou wel komen. En dat kwam ook een beetje, maar dat was het plezier van het vak heb ik daar eigenlijk altijd, dat leerde ik. Nee, maar er wordt nog wel eens heel gewichtig over gedaan, zo achteraf. Van nee, het was allemaal, en we wisten precies wat we deden en dit en dat. En als ik zo, ook voor de pauze, dan denk ik, het was er allemaal ook heel erg speels. En jullie deden maar wat, dat, met alle respect. Hè? Ik bedoel, ja, we deden wat, zo was het natuurlijk ook niet. Maar het was denk ik veel intuïtiever en veel... Moest het ook worden uitgevonden? Ja, het moest worden verbeterd. Het moest worden verdiept. Hebben jullie het journalistieke vingerspitsengevoel? Het journalistieke vingerspitsengevoel, dat hadden we natuurlijk allemaal. En dat leerden we. Ik had het grote voorrecht om als kleine kabouter te beginnen tussen... Corriveeën door de bol geverfd. Ook bij het Parool. Ja, ook bij het Parool. Sjaan Roos en al die mensen. Ja. Dat was een uitspraak. Ja, Henk Hofland, Jan Blokker. Ja, natuurlijk. En, ja. Zeker. Sjaak van Veen was rechtbankverslaggever. De grote Sjaak. Ja. En die zat tegenover mij. En dat was echt een feest, die man. Met zijn onderkoelde, grappige manier van rechtbankverslaggever. En je mocht met hem mee en zo op dat werk. Sjaak was onder de indruk van mijn gymnasium. Ja. Hij zei, als ik per ongeluk iets verstandigs had gezegd in een groep, dan zei hij, ja, gymnasium. Ja. Hè? Ja. Terwijl hij veel belezener was dan ik. Veel, en Sjaak hield de vrouwen in de gaten. Het was ook buitengewoon grappig. Maar kijk, in die tijd had je Erich Koch van de Telegraaf als rechtbankverslaggever. En er was een keer een homoseksuele leraar vermoord. De man sprak talen. Dus Erich Koch begint met zijn verhaal. Magere Hein sprak 5 talen. Ja, kijk. Of een keer een moord bij een Chinees. Dit keer geen lumpia op het menu, maar blauwe bonen. Ja, kijk. Nee, maar dat mochten wij van Sjaak absoluut niet. Nee, natuurlijk. Onze coupé begon met de officier van justitie eiste in de zaak van Piet Jansen 12,5 jaar zelfstraf. Eerste zinnetje. Nee, de Telegraaf. En die had ook dan zo'n tekening erbij. En de Telegraaf was ook de eerste met een kroeskop. Er stond niet in,
ja, god, Surinamers weer, dit en dat. Helemaal niet. Alleen die tekening, Kroeskop, dat wist iedereen hoe laat het was. Ja, 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 dat gebeurde allemaal. Ik kom een keertje, veel later kom ik een keertje Sjaak van Veen tegen op het Amstelstation. Op het Amstelstation, beide moesten we naar het zuiden van het land om een of andere reden. Ik was al lang freelance, Sjaak werkte bij het Parool. Ja. En toen lullenpotten. En toen de trein kwam, stapte Sjaak in de eerste klas coupé. Ja. Ik niet, ik was freelance, ik moest het gewoon zelf. En toen was Sjaak een beetje gegeneerd. En toen zei ik, ja, zover is het socialisme gekomen, Sjaak. En dat moest ja, Sjaak maakte onderdeel uit van de rechtbankverslaggeving in Nederland. Haagse Post zat er, de Haagse Courant, Telegraaf. Dingetje, Erik Koch. Noem maar op. En dat werd de grootste rondtrekkende vreedmachine van Nederland genoemd. Ja. Die verslag heeft. Ja. Want? Want de restaurants overnachten. En er was de meester spuiten in Maastricht. Stond voor de recht. Je zat in hotels in Maastricht. Dus een week, anderhalve week. En dan de uitspraken en de ijs en het hele soortje. Dus dat kon er allemaal vanaf. Dat werd allemaal gedeclareerd ook. Ik ben met die hele groep een keer mee geweest bij een Rote Armee-fractie proces in Düsseldorf. Daar stond Rolf Heisler stond voor de rechter wegens de moord op douanebeambten in Kerkrade. En daar was ook Erik Koch bij, die dus die... Oh, lekker, levensdank. Daar kan ik mee thuiskomen. En dan moest nog de advocaat spreken. Hij zei, jongens, ik zit vast in café Tjom Kolo de Kanonen. Ik hoor van jullie wel wat die advocaat allemaal gezegd heeft. Dus zo ging hij. En dan zat hij met een paar glaasjes van de bommeloenen op zo'n plastic schrijfmachine te tekenen. Ja. Toen ik als jochie van 22 jaar bij het Handelsblad de televisierubriek mocht gaan doen, toen volgde ik op een oudere meneer, een oude verslaggever, Krop geheten. Zijn voornaam was Gijs Krop. Gijs Krop. Dat was een oude meneer, maar die was rechtbankverslaggever. Maar hij deed ook televisie, was toen nog een verwaarloosbare in zijn tijd. Ik mocht dat dus als dagelijkse rubriek gaan doen, maar hij deed dat incidentele recensietje schrijven. Maar dan kon je ook lezen, bijvoorbeeld. In het decor meenden wij de kroonluchter te herkennen uit de meervoudige kamer te Alkmaar. Die... Dat schreef hij dan over een tv-programma. Dan had hij het gezien. Want die tv-programma's van toen, dat was ook een fantastisch verhaal. Was maar één kanaal, toch? Hè? Was toen nog maar één kanaal. Ja, er was nog één kanaal. Ja, één. Er was één kanaal nog. En dat eindigde om 10:30. Ofwel met een dominee, ofwel met een pastoor die ons goede nacht wenste en dat God op en ons mocht er toezien. Ja, zeker. Maar zo'n kroonluchter die kwam terecht uit de rechtbank. Omdat die requisiteafdeling van de televisie toen, die moest overal nog zijn spullen vandaan halen. Die hadden natuurlijk niks. Die hadden niks. Nee. En een van de mannen van het eerste uur, mijn latere vriend René Coelho, die toen Dolly Duur was en later cameraman, die heeft me verteld hoe dat een keertje was gegaan met een leegstaand huis, waar de requisiteafdeling, die mocht daar twee grote kroonluchters demonteren en meenemen. Dus er waren twee van die mannen naartoe gegaan van de requisiteafdeling. En die hadden dat gewoon gebruikt. En die hadden dus afgesproken van, want die dingen die zaten in het plafond vast. En dan moest de een, die moest dus die dingen boven in het plafond losschroeven. En dan kon die andere, die kon dan langzaam laten zakken. Nou, oké. Okay. En dan zou die ja roepen als dat ding los was. Nou, je begrijpt wat er gebeurde. Ja. Hij riep ja! En hij maar dat andere ding flikkerde toen naar beneden. Ja. Misschien moet ik even terugkomen op die muis die tegen het bang is geslagen. Misschien wilden de mensen weten hoe die muis is. Ja. Nou, dat kan ik wel zeggen. Dus op een dag werd er een plenaire vergadering afgekondigd. En iedereen moest aanwezig zijn. Wat je ook van plan was te doen, die dag maandag komen. Dus die hele tent zit daar vol. We kijken dan uit op het zingen. Hè? En de spuisraad is de hoofdingang. Daar zitten we allemaal. En binnenkomt de directie van Elsevier. Vinken was daar niet bij,
Maar die andere man, dat is een vriend van André Spoor, en Vinken trouwens ook. En die komen aankondigen. Dames en heren, ik vertel u nu, de heer Hoogendek heeft promotie gemaakt. Hij wordt directeur, hoofdredacteur van een internationale uitgave van ons in Brussel. Foreign Affairs of zoiets. Nou, Hoogendek die kijkt rond. Of dat overviel hem min of meer. Hij had wel vaag wat gehoord, van er komt iets leuks aan voor jou, maar die man die wil er helemaal niet weg. Dus de heren stappen gewoon weer op, vragen, geen vragen, weg. Totdat Emmy van Overeem, een ex-non, zegt, Ferry, ik denk toch dat jij werd weggepromoveerd. En wij allemaal dood zijn. Ja, dat denk ik ook. Trudy, Champie. Dus dat werd gewoon, die man was helemaal radeloos. En goed, hij weg. Ik moest diezelfde dag nog op reportage in Bergen-Belsen. Er was trammelant in dat stadje over de vernoeming van Anne Frank in eine Straße. Vlakbij de rampen. Dus ik dacht, die gek is weg. Dus ik was de grens nog niet over. Ik heb zo'n pul bier besteld. Ben in een hotel gedoken. En de volgende dag naar Bergenberg om te vieren dat Freddy weg is. Zo. En nou, even later komt Spoor, die liep al een beetje mee. Ja, en die gingen dus aan de slag. En Sietse van de Zee, ook een kenner van deze straten. Sietse van de Zee was zijn adjunct. Die was uit Amerika overgekomen op verzoek van André om het dorre hout te kappen. Huiskunst, warriors, een pot en verwoed. En noem ze maar. Die hele colofoon ging eraan. Mm. En André nam in dienst mensen van de NRC. En Adriaan van Dis kwam elke woensdag bij ons bij de redactievergadering. Want die had altijd goede ideeën. Dus die nuffige Adriaan die zat ook bij ons opeens. Die denkt, wat een raar zootje, Elsevier, daar ben je toch helemaal niet bij hoor. En dat nare gevoel bleef heel lang. Want uiteindelijk stegen er allerlei kwalijke dampen op uit die redactie. Het klopte allemaal niet. Het was, ja, voor wat hoort wat. En ook met de goed. Bommels die had een verhaal gemaakt van een generaal. Generaal De Roos. Dat was in die tijd zo Roudouwer en de hoogste man van de landmacht. Niet de baas van het hele spel. Dus Bommels, enorm stuk en zo en dit en dat. Maar de politieke redactie had voorgesteld om. En dat had Den Uyl beloofd. Jullie krijgen van mij exclusief interview, maar dan wel de cover. Maar jullie zijn de enige met wie ik praat. In de aanloop naar de verkiezing. Nou, dat was toch wel een nummertje. Nou, zijn naar Hoogendijk van, ja, we hebben een exclusief interview met Den Uyl, zoals koning Julianus, hebben meneer Den Uyl. En Hoogendijk zegt, zolang ik hier hoofdredacteur ben, geen Den Uyl op mijn cover. Zo, dus die een week later staat die Roos op de cover, hè, zo'n militair uniform, dat zijn maar die fietsen bruine uniform trouwens. En dat was een van zijn laatste kunstjes. En die verkiezingen, dat werd door Elsevier toch heel erg gemanipuleerd in de richting van Lubbers. En in de jaren 80 en van 8 en zo. En dan schakelen ze die stewardess in die bij ons werkte. Hele mooie vrouw. Die werd op die mannen afgestuurd. Heeft André Spoor, heeft hij... Wat? Waar is die muis nou? Ja, die muis. Nou, die zat toen opeens in Brussel. Ja, dat was de muis. Hoogendijk. Oh. Afsluitend wou ik nog zeggen. Moeten we al die krantenredacties, trouwens op de NRC na, zijn echt allemaal dat centrum uit. Hè? Moeten we daar nou sentimenteel over zijn? Ja, moeten we dat betreuren eigenlijk? Mijn visie is dat de Telegraaf nooit meer de Telegraaf is geworden, gebleven, die het was toen nog in de Nieuwe Zeestad. Op de Nieuwe Zijde. Waarom? Toen die boys naar de basis werd vertrokken, zaten ze in the middle of nowhere. En dan zaten ze te zuipen in Café de Tunnel, een chauffeurscafé. En de administratie van de Telegraaf heeft een keer naar de tunnel gebeld. Wat zetten jullie jaarlijks zo om? Nou, zegt die kerel, zeg maar 2 ton. Dan zegt die administrateur van de Telegraaf, ja, maar ze declareren je al voor 3 ton, hoe kan dat nou? Dus dat was allemaal heel vaag.
En dat is ook met het Utrechtse Nieuwsblad gebeurd, de Haagse Courant. Het was net in die periode dat die drukkerijen en die redactie bij elkaar moesten blijven. Mm-hmm. Een jaar of anderhalf later hoefde dat helemaal niet meer. Nee. Maar toen was het al te laat. Ja. En wat vind je... De mediagroep, de Telegraaf, mediagroep. Maar ben je daar sentimenteel over dat NRC nu NRC heet, maar nee. wel hier zit? Wel, nee, natuurlijk helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik ben er nog verbaasd over dat het gebouw Algemeen Handelsblad nog bestaat. Ja, leuk. Ja. De heilige hallen. Nu. Ja, het zijn nu winkels en weet ik veel. De woongroep zit er geloof ik boven. Soort, ik heb er nog een keer, dat staat in het boek ook, een keer een reunie georganiseerd samen met Bob Bauma. Van oude handelsbladmensen, oude knakkers, die daar, en dat moesten we onderhandelen met de krakers. Die krakers waren eigenaars van het gebouw. En daar kon je goed zaken mee doen. Die hebben ons toen de lege drukkerij verhuurd, daar betaalden we voor. En dat was een gigantische mooie hal, alle persen eruit. En die hele omloop die boven die persen staat, weet je wel, waar die mannen overheen lopen om die persen te olieën, weet ik veel wat te doen. Daar speelde het orkest van Frits Müller. Lekker. En ik had van Heineken had ik twee vaten bier losgeluld. Omdat, het was een reunie. Hè? Ik had samen met Bob Bauma georganiseerd een jaar, wat zal het zijn, een jaar of 20 geleden denk ik of zo. Ja, zoiets dergelijks. dat we... alle oude mensen die, alle oude handelsbladmensen die daar gewerkt hebben, dat we die nog eens een keer. Noem eens Henk Hofland was erbij, Hans van Mierlo was erbij, Jan Blokker was erbij, Wout Holtz, die was toen hoofdredacteur. Topcats. Ja, dat waren de grote jongens allemaal. Dat was leuk. En Hans van Mierlo speelde er toch een fantastische rol in. Want na afloop, we moesten om 12:00 eruit van die krakers. Die jongens die wouden naar bed en die smeten ons allemaal uit. We hadden daar een fantastisch leuk feest, maar wegwezen. Nou oké, Scheltema was dicht, dus toen zijn we allemaal gegaan naar Café de Zwart, weet ik nog. En toen wist iemand te vertellen dat dat tweede vat van Heineken, dat niet was aangeslagen, dat lag er nog. En toen zei Van Mierlo, dan gaan we omhaf. Ja. En toen is er een kolonne uit Café de Zwart vertrokken weer naar de Nieuwe Zijds. Onder aanvoering van de ex-minister van Defensie, van Mierlo. Oh, ja. Die als een generaal voorop liep, inderdaad, met de nodige slok op, maar niet de min. En, om dat vat terug te halen. Maar ja, het was allemaal hermetisch gesloten. Luiken waren dicht, deuren werden, we hebben gebonst op die ramen gedaan. En de kraken sliepen. Maar de kraken sliepen. Ja. En het pils was voor hun. Niet gelukt dus. En de minister van Defensie, die had... Maar de NRC, hè? Is die krant nou veranderd toen die eerste stad uitging? En nu zit hij hier, om de hoek. Ja. In Rotterdam, op Alexanderpolder. Dat was toch een verschrikking? Maar is die krant dan beter geworden? Wat vind jij? Maakt dat uit? Dat wil ik eigenlijk als slotvraag wil ik weten. Maakt dat nou uit? Nee, het maakt geen reet uit, vind ik. Ze hebben in Rotterdam, sinds de fusie in 1970, hebben ze een uitstekende krant gemaakt. En die is in zijn geheel is hier naar Amsterdam gegaan. En ik kan niet zeggen dat hij nu een sterker Amsterdams accent heeft gekregen. Ja, bijna. Oké. Okay. Ja, er is een Amsterdam-katern. Ja, maar er is ook een Rotterdam-katern. Ja, natuurlijk. En dus ze doen een vriendelijk knikje naar Amsterdam met dat katern. Maar het is dus vooral leuk voor de journalisten die er op de redactie zitten dat ze zo lekker centraal zitten. Nou, natuurlijk. Ja. Allicht. Dat is leuk. Maar niet voor die Rotterdammers. Niet voor die jongens die in Rotterdam werken. Ja, de leukste man nog is Auke Kok. Ja. Ja. Die vind ik heel erg leuk. Sorry hoor, mensen. Zeer bedankt tot zover. Ik bedoel, jullie kunnen natuurlijk nog uren doorvertellen. Dat snappen wij ook. Maar wij vonden dit zo wel welletjes. Goed zo. Maria, heb jij nog een liedje? Ja. Ja, dat is wel leuk hè, als afsluiting. Oké, ja. Maar voordat ik... Koop dat boek nog bij Rudy. Want die heeft exemplaren bij zich. En dat kan ook gesigneerd worden, toch? Want Paul... vanavond alleen met een aantrekkelijke korting. Aantrekkelijke korting ook nog. Een staffelkorting. Die 24 uur per etmaal waren.
heeft vele eeuwen later plaatsgemaakt voor wat ons allen meer dan opgetogen. Ja, ronduit blij maakt in dit lage land. De reus is nu een hele kleine krant. Een kleine krant, maar wel een vrij geduchte, met heel wat disciplines in één klap. Die kunst en politiek en wetenschap, en die dat ook nog eens weet te verluchten. Met humor, kokend roddels, niks mee mis. Kortom, een krant die nergens blind voor is. Wanneer je Argus leest, is het een vriend die je ontmoet. Een groot herkenningsfeest, je voelt je thuis, je voelt je goed. Je blijft het steeds met Argus ogen lezen. Dus mogen wij de Grieken dankbaar wezen, omdat door hen de Argus mythe heeft bewaard. En ook veel dank aan Martin Toonder uiteraard. Die kleine krant is ook een hele mooie, waar zelfs Homerus trots op wezen zou. Waar ook de makers trots zijn als een pauw. Een krant om hoge ogen mee te gooien. Een 9 op een schaal van 1 tot 10. En niet in Vlaamse handen bovendien. Wanneer je Argus leest, dan krijg je bijna een cadeau. Aan voedsel voor de geest, informatief op hoog niveau. En nooit door advertenties onderbroken. En zelfs de toekomst blijft niet onbesproken. Na 100 nummers staat de krant nog lang niet droog. Dus klinkt het Argus leven lang en leven hoog.